nieuwe kleren en voor het eerst ook nieuwe schoenen. Elke schoen maakt een schat, maakt voor haar prachtige rode mars. Op een zondag ging ze met haar nieuwe rode schoentjes naar de kerk. Alle mensen keken ernaar. Rode schoentjes in de kerk, zeiden ze tegen elkaar. Dat vonden ze helemaal niet zoals het hoorde. Voor de kerk stond een soldaat met een lange baard. Hij hield niet van ijdele meisjes en zei... Het zijn mooie dansschoentjes, maar het is niets voor in de kerk. Daar moet je mee dansen. Karin kon het niet nalaten een paar danspasjes te maken. Maar wat gebeurde? Haar schoentjes bleven dansen. Steeds door. De koetsier van de oude dame moest haar optillen in het rijtuig en de schoentjes voor haar uitdoen.